Yo beste kijkers van Tevulvraag, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk alvast op het duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan het in deze video hebben over seizoen 5, seizoen 6 en misschien wel over seizoen 7. Het wordt een beetje een random video samen met Dion. Yo Dion. Hallo. Hallo. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. We gaan het er eventjes over hebben, want we zitten nu enkele weken natuurlijk in seizoen 6, maar wat vinden we ervan en wat is er allemaal gebeurd? Allereerst seizoen 5, want ja, dat had toch een beetje, denk ik, een naar einde. Een einde wat we niet hadden verwacht in ieder geval. Het was geen super einde. We hadden verwacht dat er nog iets groots zou gaan gebeuren en volgens mij was dat ook een beetje de bedoeling. Maar er is uiteindelijk helemaal niks gebeurd. Want het is een beetje, volgens mij, ik denk dat het de bedoeling was dat er een live event kwam van hoe die cube uit Loot Lake zou komen. Ja, ja. En hoe dat zou gaan gebeuren. Maar dat hele event is nooit gebeurd. Klopt, we zagen dat namelijk ook terug in de trailer. En als je terugkijkt naar de season 5 trailer, dan zag je ook dat de raket, zeg maar letterlijk dat live event, zag je ook terug in die trailer. Dus wat we inderdaad verwachten is dat dat eigenlijk, zeg maar met de Cube en Loot Lake, dat eigenlijk een live event zou moeten zijn. Maar dat is niet gebeurd en nu gebeurt er wel heel veel gelijk in seizoen 6. Want we zijn de eerste weken gestart met gigantisch veel eigenlijk in vergelijking met seizoen 5. Want ik denk dat ik rustig kan vertellen dat er nu al meer gebeurd is dan in heel seizoen 5 bij elkaar. Inderdaad, want eigenlijk in seizoen 5 het enige grote wat we hebben gehad, nou ja, is natuurlijk dat we Paradise Palms hebben gekregen en al die map changes, zeg maar in het begin gelijk. En daarna dat misschien iets met de Rift, dat de Cube in de Rift kwam, of in de map kwam. En dat uiteindelijk de Cube in Loot Lake terecht kwam. That's it. Ja. En nu hebben we inderdaad een eiland. We hebben dat hij naar verschillende locaties gaat. We hebben shadows. We hebben echt zo ontiegelijk veel coole dingen. Echt niet normaal meer. Dus inderdaad, wat je zegt, dat denk ik ook. Van, we hebben nu al meer gezien dan in seizoen 5. Dat is toch best wel erg. Aan de ene kant, het is ook natuurlijk heel erg chill. Ik bedoel, we hebben genoeg om over te lullen. Ik bedoel, wat gaat precies het eiland betekenen voor de seizoen 6 map? Er gaat iets groots gebeuren. Ja, we kunnen nu al dus gaan uitkijken naar wat er gaat gebeuren na de zevende rune. Want dan moet er weer wat nieuws gaan gebeuren, lijkt mij. Want ja, of het kan heel saai zijn en dat ding vliegt weg of zo. Maar ik denk dat er een groot evenement gaat gebeuren. Dus echt midden in dit seizoen, als de zevende rune klaar is. Want ja, waar gaat hij dan heen? Blijft hij erboven hangen? Gaat hij terug naar Loot Lake? Wat denk jij? Wat denk jij wat er gaat gebeuren bij dat event? Wat er gaat gebeuren met dat grote eiland is voor mij ook nog steeds een beetje een raadsel. Ik denk wel dat hij terug gaat komen. Ik denk dat de optie van dat hij omdraait en dat het een soort van vulkaan gaat worden, is nog steeds een optie. Want het lijkt nog steeds op een vulkaan als je het omdraait. Ja, inderdaad. En daar heb je ook een hele video over gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Daar heb ik een hele video over gemaakt. Ja. En ja, ik denk dat dat gaat gebeuren, maar het kan zomaar zijn dat we heel iets anders gaan krijgen, bijvoorbeeld dat hij de lucht in vliegt en opeens weg is. We weten het niet. Voor hetzelfde geld komt de raket nog terug. Wie weet gaat er iets gebeuren met het Rift of zo. Misschien komt dat ook weer terug, ik heb geen idee. Het is Epic Games, hè. Het is Epic Games en die doen de meest gekke dingen. Ik bedoel, laten we even terugkijken. Wie had er ooit gedacht dat er een cube in de map zou komen? Nou, helemaal niemand volgens mij. Niemand had dat ooit verwacht. Dus wie weet krijgen we straks een ik zal iets heel geks bedenken. Misschien krijgen we binnenkort een petje als cool iets. Gewoon een petje. Een TVG-pet in de man. Samenwerking met Epic Games. Je weet het gewoon niet. Dus dat is, aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg nice. Aan de andere kant, ja, we kunnen daar niet echt heel erg veel over speculeren wat er in dat event gaat gebeuren. Ja, er is toch niks echt over bekend. Maar ik denk wel dat het steeds bekender gaat worden. Je ziet natuurlijk die cube groter worden. Sowieso dat het hele eiland straks één grote cube gaat worden, denk ik. Ik denk het inderdaad ook. Want je ziet nu al dat inderdaad dat hele huis eigenlijk wordt opgeslokt door de cube. Het wordt een en al cube, lijkt erop. Yep. Dus ja, we moeten het even zien wat daar weer betreft. Maar wat denk je dat er nog meer gaat gebeuren? Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de runes, Thijs? Met de runes. Ja, die locaties, eerlijk gezegd, het zijn locaties waar niet heel veel te vinden is, toch?
Op dit moment. Ja, op dit moment trouwens wel. Op dit moment is er wel wat te vinden. Maar er gaat uiteindelijk iets veranderen. Ik denk niet dat het zo blijft. Ik denk dat de Shadowstones uiteindelijk weer weggaat. Eigenlijk hetzelfde al wat we hebben gezien met van die rockstone. Van die, hoe heet die stones ook weer die je kon oppakken? Waardoor Shadowstones. Shadowstones. Het heet geen Shadowstones. Ik bedoel in seizoen 3. Oh, in seizoen de Hop Rocks. De Hop Rocks, inderdaad. Ja, kijk. Oh, dat was seizoen 4 eigenlijk. Seizoen 4, sorry. Ja. We halen het helemaal door elkaar heen. Maar net zoals die... Het gaat allemaal weg, denk ik. Ik denk dat het een nieuwe locatie gaat worden. Wie weet, heel misschien krijgen we een enorme map change. Dat bijna alles wordt veranderd. Zou misschien nog kunnen, maar... Ja. Ik verwacht het eigenlijk niet. Omdat we nu ook natuurlijk het museum hebben gekregen. En dat is toch eigenlijk wel een beetje het teken. In ieder geval voor mij. Zo van, ze gaan weinig veranderen qua hele map, zeg maar. Er komt niet een geheel nieuwe map aan. Nee, dat sowieso niet. Wat denk jij wat er gaat gebeuren dan op die locaties? Want ik zou zeggen van, om eventjes in het kort samen te vatten. Ik denk wel nieuwe plekken, zeg maar. Dus misschien een nieuw stadje op sommige van die locaties. Maar niet major veranderingen of zo. Ik denk dat het heel cliché gaat zijn. Want dat denk ik. Omdat er al heel erg veel dingen in de map zijn. Ik heb het ook al een keer besproken. Ik denk niet dat er nog heel veel dingen toegevoegd gaan worden. Ik denk dat er eerst dingen weg moeten gehaald worden. Voordat er dingen toegevoegd worden. Net zoals bijvoorbeeld de twee basissen van de superhero en de supervillain. Ja. De Star Cat basis en de villa. Die brokkelen al af, Die gaan langzamerhand weg. En uiteindelijk wordt dat weer gewoon part of nature. En dat zal ook een tijdje zo blijven. En ik denk dat deze locaties niet per se iets gaan krijgen. Ik denk dat er iets gaat gebeuren. Iets van een explosie of iets anders geks. Maar ik denk dat zodra het seizoen 7 wordt, en dat praat al heel erg ver, dan zal het waarschijnlijk weer langzamerhand matuur gaan worden en dan worden het weer normale plekken. Maar dan zullen er daarvan in de plaats weer andere dingen veranderen uiteraard. Maar het lijkt me heel sterk dat er straks 7 nieuwe dingen bij komen, dan wordt de map wel heel erg vol. En dat is het nou eigenlijk al best wel als je het vergelijkt met bijvoorbeeld seizoen 6 en seizoen, bijvoorbeeld de seizoen 3 en 4 map. Dat zijn 3 en 2, misschien nog beter. Daar had je bijvoorbeeld Lucky Landing had je seizoen 2 had je ook nog niet. Tilted Towers had je in seizoen 2 ook nog niet. Kwam die in seizoen 2? Nou ja, in ieder geval, maakt niet uit. Ja. Is dat wat ik bedoel. Inderdaad. En welke locaties denk je dat dan weggaan? Want we hebben natuurlijk heel veel locaties in de map waar eigenlijk niemand, bijna niemand komt. Even een voorbeeld, bijvoorbeeld Flush Factory. Wie komt daar nog, weet je wel? Wat voor locaties denk je die als eerste eventjes weg moeten? Nou, sowieso dus die basissen waar ik het over had, die gaan weg. Ja, die brokkelen al af, Ik denk dat Tilted Towers en... Tilted Towers is en blijft een dingetje. Dat kan wel weggaan of kan niet. Het kan één hele grote hyped event worden of het blijft voor altijd zo. Dingen zoals Greasy Grove en Pleasant Park, die zullen voor altijd blijven. Zullen wel iets getweakt worden, maar ik denk dat die voor altijd zullen blijven. Net als Retail Road trouwens. Het zijn een beetje de drie steden die altijd bezocht worden. Die liggen mooi in de map. Een beetje zo'n driehoekje. Ligt net hier in het midden, een beetje aan de zijkant met veel loot. Dus die drie zullen altijd blijven, maar dan hou je een beetje Flush Factory over, Jump Junction. En we hadden Haunted Hills hadden we al gekald en die is dus al veranderd. Alhoewel ik wel denk dat daar straks ook niemand meer gaat komen. Maar dat zien we wel na Halloween. Inderdaad. Ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld Wailing Woods heel goed aangepakt. Dan heb je natuurlijk nog Lonely Lodge over. Lonely Lodge gaat sowieso verandering krijgen. En voor de rest blijft er niet zo heel erg veel meer over. Dus ik denk als ik het kort moet samenvatten. Lonely Lodge die gaat aangepast worden waarschijnlijk dan. De boven Jung Junction. En Flush Factory. Ik denk dat de drie grootste kans hebben om dus een grote aanpassing te krijgen. Zeer binnenkort of voor ons seizoen. Ja, je hebt toch altijd locaties die bijna niet worden bezocht. Je kunt niet alles op de map, zeg maar, perfect hebben. En dat is aan de ene kant ook wel goed. Want soms wil je gewoon naar een locatie waar niemand komt. Want als je allemaal locaties hebt waar het gewoon aantrekkelijk is om heen te gaan. Uiteindelijk is het zo enorm verspreid dat je bijvoorbeeld 2 mensen in Tilted Towers hebt, 2 mensen daar, dan is het dan kom je eigenlijk bijna niemand tegen. Dat heb je al wel eens, hè? Dat heb je nu al wel eens. Dus misschien is het helemaal niet zo heel gek dat of de map is gewoon te groot. Misschien is dat het wel. I don't know. Hij is niet te groot, hij is te vol. Hij is te vol met maar aan de andere kant denk ik ook van mensen willen ook niet in een lege map rondlopen. Ik bedoel, vind jij het leuk om naar het stukje tussen Junk Junction en Pleasant Park daar te lopen? Daar is helemaal niks te vinden. Mensen willen eigenlijk op iedere locatie weer wat te doen hebben.
Ja, er gaan ook sowieso alweer dingen komen uiteraard. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld seizoen 3 en seizoen 2, daar was het een stuk opener. Daar was er een stuk minder te doen, een stuk minder mobility. En dat waren toch wel de seizoenen die Fortnite hebben voor de hype hebben grondgezet. Mm-hmm, Dus we moeten wel oppassen dat het niet te vol gaat worden. Dat je niet straks evenveel huis hebt als in die nieuwe Spider-Man game. Ja, inderdaad. Oké, goed. We hebben natuurlijk Season 3, Season 4, Season 5 en nu een stukje van Season 6 meegemaakt. Welk seizoen, ondanks dat Seizoen 6 nog lang niet is afgelopen, vind jij het vetst? Of lijkt je het vetst? Want ja, Season 6 is natuurlijk nog niet helemaal klaar, maar... Ik vind dit seizoen het op dit moment het vetste. Waarom? Dat komt omdat hij vanaf begin af aan heeft hij al een duidelijk thema. Nou ja, niet zozeer thema qua skins, maar qua de bedoeling. Laat ik het anders voordoen. Je weet nu wat er ongeveer gaat gebeuren. Je hebt nou al een idee van... Oké, we hebben dus die tornado met de Cube Island. Ja. En die gaat door heel de map heen. En je hebt die runes. En we weten dat hij langs die runes gaat. En we weten al een beetje wat hij gaat doen bij iedere rune. En het is toch weer een beetje spannend. Want daar zitten ook continu map changes. Ik vind het nou... Dit is eigenlijk perfect. Zoals we het nu doen is perfect. Inderdaad. En dit is beter dan sowieso vorig seizoen. Vorig seizoen, ik denk dat het een van de slechtste seizoenen is. Ja. Die Fortnite heeft gehad op 1 en 2 na. Maar ja, 1 en 2 is een beetje lastig om mee te tellen. En dan heb je 3, die was heel moeilijk te overtreffen. En 4 was op zich wel prima. Maar dit seizoen is op dit moment is op de goede weg. En ik hoop dat hij het zeker weet vol gaat houden. Ja, dus inderdaad. Ik denk dat dit seizoen een beetje te vergelijken is met seizoen 4. Want seizoen 4, moeten we niet vergeten, gebeurde ook heel erg veel met het verhaallijn, et cetera. Ja, kijk, seizoen 3 had je enkel en alleen eigenlijk de meteoriet op het einde die op de Fortnite-wereld afkwam. Ik bedoel, seizoen 4 had je constant wel dingen gaande natuurlijk. En natuurlijk de raket. Seizoen 5, had je eigenlijk alleen de Cube. En nu beginnen we weer gelijk lekker met Cube Island. En wanneer Cube Island waarschijnlijk klaar is, hebben we daarna nog iets groots. Tenminste, dat verwacht ik een beetje. Ik verwacht niet dat Cube Island het enige is wat big zou zijn in seizoen 6. Dat zal een beetje raar zijn. Meestal beginnen ze namelijk in de laatste paar weken weer met iets groots. Dus ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. We kunnen natuurlijk niet weten wat er gaat gebeuren. Maar wat we wel denken is dat er nog iets heel groot gaat aankomen in seizoen 6. En dat dit sowieso een positief seizoen wordt. Goed jongens, dit was onze beetje random talk over de seizoenen. Ik hoop dat jullie het een beetje tof vonden. Laat zeker weten, eventjes een duimpje omhoog achter. Als je het misschien wel met ons eens was, of ben je het niet met ons eens, laat dat ook eventjes achter in de reacties. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks te missen over Fortnite. En check nog eventjes de video's hier in beeld. Mensen, peace out. Ciao.